een gegeven moment in het derde kwart kregen jullie de smaak wel te pakken. Ja, ik had gehoopt dat het in de eerste of in het tweede kwart al gebeurde. Want we kregen eigenlijk elk schot wat we wilden. Alleen we gooiden ze niet in en toen gooiden hun een paar ballen erin. Dan gooiden zij een paar ballen erin en dan is het opeens weer een game. Ja, want op een gegeven moment tussen het tweede kwart en derde kwart in heeft het iets van 8 minuten geduurd voordat jullie van de 35 afkwamen. Ja, nou ja, 35, mooi getal. Maar we speelden terughoudend. We waren gewoon wat brutaler moeten spelen. Maar ik vond wel complimenten voor die boys. Ze hebben echt, de defense zat op slot. We waren echt wel redelijk goed aan het verdedigen. Dus daar ben ik dan wel blij om. 57 punten. En iedereen heeft het gewoon lastig tegen Weert. Want het is gewoon een hardwerkende ploeg. Ja, en Max weer met zijn rentree deze wedstrijd. Ja, heel leuk. Max deed ook, was zelf niet heel tevreden, maar ik was tevreden. Hij pakte een paar rebounds die echt belangrijk waren. En dan maakte hij uiteindelijk nog een paar balletjes onder het bord. Dus ik ben zeer tevreden. Dus op naar volgende week. Volgende week Leeuwarden. Met volle moed tegenaan, hè? Ja, dat sowieso. Ik denk dat het oorlog wordt volgende week. Want Aris moet ook winnen. Wij moeten nu ook winnen. Dus we kunnen ze nu denk ik redelijk matchen. En als we daar eentje kunnen stelen of 2 puntjes kunnen stelen, dan is het mooi voor de ranglijst. Dat zeker. Succes alvast. Dankjewel.